Er is een kerstmarkt in de stad. Oh, er zijn hier zoveel dingen. En wat is dat? Magische boeken? Wow. Er is een nieuwe editie van Frozen. Mijn dochter zal het geweldig vinden. Ze is Elsa's fan. Hier, neem dit boek gratis. Je dochter zal zo blij zijn. Kies schuimpapier met glitters. Blauw is een goede keuze. We hebben lijsten nodig voor het decor. Er is een groot kristal in het midden. En het frame is versierd met strassteentjes. Teken een sneeuwvlok en voeg een decoratief inzetstuk toe. Bedek het schutblad. De vorst bedekt het boek. We gaan geweldige verhalen lezen. Leg een bladwijzer op de juiste bladzijde. Lieverd, kijk eens wat ik heb. Wauw, het is een magische steen. Het is zo mooi. Mama, je moet me voorlezen, alstublieft. Oké, kruip onder je dekentje. Ik zal je een verhaaltje voorlezen. Lang geleden, in het koninkrijk van Arendelle, leefden twee zussen, Anna en Elsa. Mama, mag ik ze op een dag ontmoeten? Er is niks onmogelijk in deze wereld. Droom zacht. Hallo Dolly, ben je klaar om je look te veranderen? Het is zo schattig. Baby, druk deze sponsjes op je gezicht. Wauw, ik heb nog nooit zo snel mijn make-up gedaan. We kunnen haar maken van een synthetische vlecht. Nog even en er verschijnt een glinsterend korset. Maak het af met zilveren inzetstukken. Deze ziet er goed uit. Een cirkel, nog een cirkel. We hebben een rok gemaakt. Elsa zal het geweldig vinden. Maak schoenen. Stomp, stomp, stomp. Voeg blauwe veters toe. De laarzen maken de look compleet. Elsa ziet er geweldig uit. Er komt een nieuwe Frozen film. De kerstman is op zoek naar een actrice voor de hoofdrol. Iedereen droomt ervan te acteren in een film van de beroemde Franse regisseur Julien Olaf. Elsa is niet de juiste rol voor jou, maar we hebben andere rollen die we later kunnen bespreken. De volgende kandidaat besloot iedereen te imponeren met haar zangkunsten. Oh, mijn oren. Je moet meer oefenen. Je weet niks van zingen. Maar tiener Elsa viel meteen op. Wow! Julien Olaf is gefascineerd door haar. Ze zal perfect zijn voor deze rol. We willen een contract met je tekenen. Teken hier. Oh, dat niet. Elsa was op zoek naar iets leuks om te doen. Dat is waar ook. Mijn geld mist me. Ik kan zwemmen in geld en engelen maken. Rijk zijn is zo leuk. Versier de snit van een holografische jurk. Voeg een choker toe aan de hals. Een straslint gaat om de taille. En paarse stenen gaan om de zoom. De koningin draagt een prachtige avondjurk. Hoe zit het met haar haar? Maak een lage paardenstaart en versier het met de slierd strassteentjes. Het lijken wel ijskristallen. Het is koud in de winter, maar een grote jas van imitatiebont houdt Elsa warm. Voeg mouwen toe. Bind haar jas vast met een touwtje van kleine kraaltjes. Elsa houdt een Swarovski-tasje in haar hand. Geldregen? Wie zou daar niet in gevangen willen worden? Er bestaat niet zoiets als te veel geld. Elsa zwemt erin. De koningin van Arendelle weet niet wat ze moet doen. Oh, ik verveel me zo. Misschien moet ik mijn uil voeren? Goldie, heb je honger? Kauw maar op deze dollar. We kunnen een krans maken van biljetten. Nee, dat is zinloos. Olaf! Huh? Ja, mevrouw? Entertain me. Ik heb een beroemde artiest uitgenodigd op ons kasteel. Oh, oh
dat is interessant. Oh, zo mooi. Je verdient het om op geld gedrukt te worden. Meer emotie. Zal het snel klaar zijn? Bijna? Neem even een kijkje. Wauw, het is een evenbeeld van mij. Ik vind het prachtig. Ik zal dit portret in de troonzaal hangen. Laten we een nieuwe look voor haar maken. Neem de maten en schets een korset op schuimpapier. Voeg glitterband toe. Maak een rok van glitterstof. Versier de snit. Maak de jurk af met rode veren en een strassteen. Excellent. Elsa vindt deze verandering geweldig. Natuurlijk doet ze dat. Zo'n jurk vind je alleen in Lalilu ateliers. Anna en Elsa spelen met sneeuwballen in een bos. De zusjes lachen en achtervolgen elkaar. Terwijl ze wegrennen van Anna, glijdt Elsa uit. Eén klap veranderde alles. Elsa, je haar! Sta op snel. Hoe gaat het met je? Het wordt warm. Je bent zo veranderd. Nu werd Elsa's jurk ook vurig rood. Je hebt de kracht van het vuur? Je brandt! Ik pak de bromblusser. Waarom is ze in paniek? Dat is raar. Ik ben oké. Elsa heeft niet deze jurk. Ze draagt vodde. Laat het arme meisje helpen haar outfit terug te krijgen. Laat ze een blauw topje maken. En een lange rok maakt de bescheiden jurk af. Haar kantenmouwen zijn nu helemaal versleten. De stof is gescheurd en nu valt het uit elkaar. Maar Elsa heeft het kunnen repareren met lapjes. Zelfs in de vuilnisbak vind je goede dingen. Wat hebben we hier? Laat eens kijken. Yes, laarzen! Ik had echt nieuwe schoenen nodig. Het is mijn geluksdag. Doe een sjaal om haar schouders. Elsa woont in een bos met Olaf. Hallo, mooie meid. Hallo. Het is koud. Olaf, je hebt gelijk. En ik heb honger. Wat zullen we eten? Eens kijken wat we hebben. Yes, we hebben een dollar. Ik ga naar de winkel. Ik ga. Geef het aan mij. De vrienden maakten zoveel ruzie dat ze de rekening verscheurden. Oh, wat moeten we doen? We zijn onze laatste dollar kwijt. Misschien kunnen we terug aan elkaar lijmen. We wonen in een bos. Ah. We vinden wel een manier om deze winter te overleven. Ik ben klaar voor een makeover. Blauwe lovertje staart past perfect bij haar tent. Voeg een bijpassend topje toe. Haar prachtige vinnen zijn versierd met glitter. Je kan zelfs de glans op het zeeoppervlak zien. Er zijn mesh handschoenen op de armen. So good. Maak de look compleet met een paar lichte vinnen. En een haarspeld versiert de vlecht. Het was een geschenk van een kwal. Amazing. De schoonheid van de zee heeft haar bevroren hart doen smelten. Laten we wegzwemmen. Elsa's vrienden wachten al op haar. Zeedieren houden van deze blonde zeemeermin. En ze is blij om tijd met hen door te brengen. Brr, het wordt koud. Wat is dat? Sneeuw? Maar waar komt het vandaan? Er is een storm. Alles rond Elsa verandert in ijs. Zelfs de vissen bevriezen. Word wakker. Wakker worden. Hoe krijg ik je warm? Oh, niks werkt. Wat is er aan de hand? Geen lange jurken meer of lang haar. Geef haar een zilveren rok. Ze heeft kousen met sneeuwvlokkenprint, pastelkleurige schoenen en een parelketting. Elsa ziet eruit als zichzelf. Wat een mooie dag. De storm is voorbij. Kijk Elsa, ik kan lopen met mijn ogen dicht. En hij stuit op een mysterieuze poort. Oh, een magische deur. Wow, wat een geweldige vondst. Laat op ontdekking gaan. Wat een vreemde plek. Hi. Excuseer me, waar ben ik? Welke eeuw is dit? Oké. Dit is Lalitown en dit is de 21ste eeuw. Wauw, ik ben in de toekomst. Ik wil zien hoe het is. Olaf volgt Elsa.
We kunnen deze dop van oogdruppels veranderen in een kop koffie. Bedek hem met een Starbucks-etiket. Maak een deksel van een blisterverpakking. Klik om de drankjeshouder kleiner te maken. Nu kun je meerdere drankjes tegelijk meenemen. Het is 3 uur? Jakkes! Ze ging naar haar favoriete koffieshop. Hi. Ik wil een grote kop extra sterke koffie. Thank you. Ik zal het opdrinken. Yes, ik ben wakker. Ik kan aan het werk. Yay. Elsa is de koningin van het waterelement. Een blauw lint siert de rok en de mouw. Het doet ons denken aan een diepe rivier. Versierde taille met kristallen. Pailletten gaan over de hele jurk. Ze lijken op waterdruppels. Natuurlijk zijn ze dat. Ik ben de waterkoningin. De outfit ziet er zo mooi uit. Elsa leeft onder water, net zoals de bedoeling is. Yumi de narwal houdt van de waterkoningin. Net als iedereen die onder water leeft. Je kunt kleurrijke lenzen vinden op de oceaanbodem. Alles ziet er anders uit door hen. Botje, je bent zo grappig en zo groen. Je zal je nooit vervelen met vrienden als deze. Maar het is tijd om rond te kijken. De pop verandert in een tiener Elsa. Ontwikkel het hoofd met een zak. Doop het in lijm. Laat het drogen en knip. De hoed is klaar. Oh, mijn baard is te lang. Knip hem bij alsjeblieft. Geweldig, we kunnen hem gebruiken voor een pruik. Maak een knot van stukjes wol. Kies stoffen, snel! Maak stukken voor een blauwe bolero. Het ziet er zo stijlvol uit. Het past perfect bij de vloerlange rok. Elsa is groot geworden en een echte schoonheid geworden. Oh, het is al ochtend. Mijn dromen zijn zo zoet. Het is tijd om me klaar te maken. En ik moet ook mijn bed opmaken. Gelukkig kan ik magie gebruiken om dat te doen. Elsa stelde haar haar zoals ze dat gewoonlijk deed. Plotseling zag ze een foto van Olaf. Ik wou dat ik net zo'n vriendinnetje had als Olaf. Jongens krijgen niet altijd meiden. Idee! Ik kan zelf wel een vriendinnetje maken voor mezelf. Oké, magie van ijs en vorst. Oeps, ik heb een ijsberg gemaakt. Nog een poging. Een kleine sneeuwman. Maar dat is het allemaal niet. Eindelijk, Olafien. Hallo. Het is het evenbeeld van Olaf, maar het is een meisje. Wauw, ik vind je make-up mooi. Was het maar een droom? Dat kan niet waar zijn. Lieverd, ben je wakker? Mama, ik zag een echte Elsa. Olaf en de kerstman waren er ook. Natuurlijk, lieverd. Het was net echt.